De heer De Roon namens de PVV. Voorzitter, dank u wel. Er is geen finaal CENTCOM-rapport opgemaakt over de Nederlandse luchtaanval op een IS-bommenfabriek in Irak, waarbij een hele woonwijk compleet is weggevaagd. Het aanvullend en tweede onderzoek in zaken het targetingproces van CENTCOM was ook meteen het laatste wat er is geproduceerd daar. Wat er niet is, dat is er niet. En het ontbreken van een eindrapport kun je, en van een closure rapport moet ik zeggen, kun je betreuren of niet, maar daar houdt het dan ook mee op. De procedures bij CENTCOM laten het nu eenmaal open of er al dan niet een closure rapport wordt opgemaakt. Tot zover, zoals ik het standpunt van de minister begreep. Dan heb ik over dat aanvullend rapport over het targetingproces nog wel een paar vragen, voorzitter. In de eerste plaats, waarom is dat aanvullend rapport pas op 22 januari 2016 naar Defensie gestuurd, terwijl het al op 20 augustus 2015 werd opgemaakt? Hoe verklaart de minister dat verschil? De tweede vraag is wanneer, en dan bedoel ik een datum, wanneer werd de minister op de hoogte gebracht van het feit dat er geen finaal CENTCOM-rapport is opgemaakt en dat het aanvullend onderzoek naar het targetingproces dus het laatste stuk was? Ten derde, is het aanvullend CENTCOM-onderzoek, net als het initiële onderzoek in januari-februari 2016 met het OM gedeeld, en waarom staat daar nou niks over vermeld in het feitenrelaas van 5 november? Voorzitter, er is iets meer duidelijkheid gekomen over de CENTCOM-rapporten, maar ik vraag me nog steeds af waarom heeft dit allemaal zo verschrikkelijk lang moeten duren? Dat is toch echt een vraag die wel blijft hangen. De PVV vindt dat getreuzel een slechte en schadelijke zaak. Niet alleen voor de informatievoorziening aan de Kamer, die maar blijft haveren, maar ook voor de reputatie en uitstraling van onze krijgsmacht. En dat is iets dat blijft knagen. Voorzitter, het totaalplaatje levert nog steeds geen geruststellend positief beeld op. Integendeel, nog steeds heerst er bij de PVV een gevoel van wantrouwen en onbehagen. Natuurlijk allereerst met betrekking tot het slechte geheugen van de premier. Maar daarnaast is het ook nog steeds buitengewoon ongeloofwaardig dat niet te achterhalen valt hoe die dubbele leugen van mevrouw Hennis nou eigenlijk tot stand is gekomen. Uit dit dossier, voorzitter, blijft een onwelriekende geur opsteken. Oftewel, het stinkt nog steeds, dat hele zaakje. En mevrouw Karabulut die komt vandaag dus met een motie waarin ze zegt, vraagt aan de minister, we gaan nou bij CENTCOM langs en vragen of wij alsnog inzage in die rapporten kunnen krijgen. Wellicht het hele publiek, maar wat mij betreft in ieder geval de Kamerleden. En misschien levert dat niks op aan nieuwe inzichten, maar misschien ook wel. Maar als je het hebt gezien, weet je in ieder geval precies waar je staat bij de beoordeling van rapporten die je tot nog toe nog steeds niet hebt kunnen zien. Dus dat is de reden waarom ik zou zeggen, ik ga mijn fractie adviseren om de motie van mevrouw Karabulut te steunen. Voorzitter, hier laat ik het bij. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Roon.